Nou, het wordt wel eens tijd dat we ons huis gaan laten zien. Hallo, hallo, lieve mensen van het goede leven. Wat heerlijk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is hier maandag. Ik kan niet zo hard praten, want ik heb hier een babytje. Dit is wel echt het toppunt van geluk hoor, dat je babytje met 1 jaar, ze is nu een dreumes, maar dat ze nog lekker op mij wil slapen. Jorg die is nu even met Charlie naar het consultatiebureau. Ik ga ze nu oppikken met de auto. En dan rijden we naar Loosdrecht, waar we gaan wonen over een paar maanden. Ik krijg bijna de sleutel. We zitten een beetje te denken aan toch wonen op een vakantiepark. We horen van veel mensen dat het eigenlijk wel veel handiger is om echt in de buurt te zitten. Dat je even op en neer kan. Het is maar een half uur rijden. Maar met de kinderen is het natuurlijk al gauw ingewikkeld. Nou, we gaan in ieder geval nu even kijken naar een heel mooi vakantiepark. Of we daar kunnen wonen, want het zijn natuurlijk vakantiehuizen en we moeten er wel in passen met z'n allen. Het zijn 2 slaapkamers, dus Charlie die moet dan bij ons op de kamer. We gaan even kijken of dat gaat. Ja. Weet je wat, we doen een parasol bovenop. Wat vind je ervan? Piscina. Nee, je moet wel goed zoeken. Volgens mij kijk je niet goed. Kijk, ik moet vliegtuig. Oh ja, waarom niet? Wil je vliegtuig zo? Zo ja, zetten? Zo. Ja, hier is de parasol. Moet die er ook nog bovenop zo? Dat is wel leuk. Deze ook. Okay. Wij zijn in het Oosterpark. We zijn net even hier naar deze geweldige speeltuin geweest. En Lenny is er ook bij vandaag, hè Lennox? Wat gaan we doen, Len? We gaan iets heel leuks doen. We gaan patatjes eten. Oh, wat is dat nou? Moet je kijken, jongens. Joehoe! Zo, ik lig eventjes in de stoel hier bij Delia Skin Clinic. Ik heb net een peeling gehad, waar mijn huid lekker rood van is geworden om de doorbloeding te stimuleren. Mijn huid was een beetje droog de laatste tijd, dus we gaan het even lekker boosten. En ik krijg zo meteen een maskertje. Oh, dit voelt lekker! Ah, hier ongeveer 1 keer per maand en dan doe ik heel vaak peelings. Maar de grap, het mooie van hoe het hier werkt is dat ik dus nooit bepaal wat we gaan doen. Nee, dat bepalen zij. Zij in dit geval. En we werken bij mij vooral, ja, we werken vooral op pigment en op anti-aging, toch? Ja. Ik moet ineens denken aan acteurs die zo'n echt zo'n hele gezicht met zo'n masker. Bijvoorbeeld Wendy van Dijk in dat programma van haar Ushi. Nee, dat, ze was ook wel zo'n hele dikke vrouw, weet je wel? Ja, dat soort mensen die dan allemaal van die pakken. Nou, mijn huid is wel een stuk rustiger nu. Ja. Ik kom natuurlijk net uit de behandeling. Ik heb helemaal een super glowy gezicht. Ik heb net Char opgehaald en we gaan altijd daarna. Ze zitten hier met de crèche aan het Vondelpark. Vondelpark, Oosterpark. We gaan daarna altijd nog even een wandelingetje maken. Super gezellig. Dit ga ik wel echt missen straks hoor. Dit is wel iets heel bijzonders. Jij, lieverd? Ja? Die kant op? Oké. Kijk eens wie we tegenkomen hier in het bos. Hey! Hi! Ze noemt die boom, noemt ze de papaboom, hè? Omdat jij daar 1 keer op hebt gezeten, is dat onthouden? Kijk deze boom. De papaboom. Yeah!
op een plek. Ik heb het geluk helemaal gevonden. We zijn even, Jorg en ik, op mini vakantie voor 2 dagen. De kindjes zijn lekker bij opa en oma. We krijgen namelijk maandag de sleutel. En dan begint het boren, cement storten, klussen, verven, zweten, drukte. Dus we hebben nu even lekker 2 dagen quality time. En dat doen we op een geweldig landgoed. We zijn nu op landgoed Duin en Kruidberg. En dat is dus maar een half uur rijden van Amsterdam. En het leuke is, ik ben hier vandaan getrouwd. Dus ik heb hier geslapen vlak voor, of 1 dag voordat we gingen trouwen met mijn ouders en mijn zus. En we hebben hier ook onze huwelijksnacht in de huwelijkssuite doorgebracht. Dus er komen allemaal herinneringen nu al bij me boven. Ik heb hier ook een hele shoot gedaan met mijn bruidsmeisjes. Dus ik vind het helemaal leuk om hier even te zijn. Dus we gaan gewoon lekker genieten. Ze hebben nu ook een spa. Dus het wordt heerlijk. Het is nu al heerlijk. Het is zo fijn om gewoon even te kunnen doen. Dit is trouwens ook een hele bekende trouwlocatie. En je snapt wel waarom als dit je backdrop is. Het is heel romantisch allemaal. Nu mis ik ze wel hoor, mijn kleintjes. Kijk eens even waar wij de komende 2 nachtjes gaan slapen. We zijn net ingecheckt. En we hebben een balkon. We hebben een balkon. Mijn outfit of the day is deze heerlijke jurk van En Other Stories. Hij zit zo heerlijk met dit warme weer. We gaan lunchen. Mooi hè, schat? Ja, ik struikelde. Schrik je daarvan? Of nee, maar hoor je die? Ja, dat is dat spook. Kom, we gaan. Hoor je dat echt niet? Nee? Ja, ik hou hiervan. Het is gewoon zo, ja, echt helemaal terug in de tijd. Kijk. Ga je doen? Oh wauw, dit is toch gewoon net een museum. Ik was vooral heel erg onder de indruk van deze tafel. Of wat is het? Dit was vroeger gewoon een dressoir in iemands woonkamer. En dit was dan de woonkamer. Jeetje, wat een tijden waren dat. Zo leuk. Ik moet nu weer helemaal denken aan ons trouwen, dat we hier gingen ontbijten met z'n allen. Wow, dit ook. Prachtig. Wauw, nou ik heb nog helemaal kreukels in mijn gezicht. Ik heb net een geweldige massage gehad. Echt mega goed. Ik ben helemaal onder de indruk. En ik sta nu dus in de spa. Dat is nieuw, dat hebben ze, tenminste voor mij is het nieuw. Het is in, wat zei ze nou, 2018 gebouwd. Moet je kijken, er is nu niemand, dus ik kan makkelijk filmen. Super deluxe. Dit is toch. Ik voel me helemaal alsof ik op vakantie ben. Heel tof. Hey Jorg. Ja, er is ook een buiten. Kijk nou. Ik ga straks even vragen of je hier ook terecht kan. Oh, lekker. Als je geen gast bent, of we hier nog eens af en toe alleen voor de spa kunnen komen. Wauw, hé. Wat ja, gek dit. Ik heb net even buiten gekeken. Misschien blijven we wel de enige vanwege corona. Oh, wow. Helemaal, ik heb geen idee, luxe. Maar er is helemaal niemand. Dat is dan helemaal luxe. Oh. Oh. Jee. Hout zijn, waar gaat dit naartoe? Wauw. Wauw. Nou, ik wil hier de hele dag blijven. Ja. Wauw. Wij zitten hier goed. Ja, het is net alsof we in Frankrijk zitten. Gewoon 30 minuten rijden. Ja. Et voilà, dan zit je zo. Het is echt, ik heb echt helemaal een vakantiegevoel. We zijn echt even weg, maar dan toch heel dicht bij huis. Helemaal top. Dit is het goede leven. Hij bubbelt goed. Hij bruist goed. We hebben nu 3 dagen geen kinderen. Of zeg ik dat goed? Nee, 2 dagen. 3 nachten. Nog nooit zo lang zijn ze uit logeren geweest. Maar we hebben vanmorgen gefacetimed met Charlie. Nou, die mist ons niet. En met Zoe gaat het ook heel goed. Maar ja, we moesten dit pad affietsen, zei ze. Dus dat gaan we gewoon doen. Het is nu wel de grap dat, omdat we ineens echt heel veel tijd hebben voor onszelf, dat ons hele programma nogal vol zit. Dus we gaan en fietsen naar Bloemendaal,
En we gaan naar de sauna. En we gaan een meditatie opnemen. En we hebben vanavond een live Q&A. En we gaan ook nog even uit eten op een landgoed hiernaast. Dus ze zijn hier zoveel mooie plekken om te gaan eten. Naar Bloemendaal gefietst, dus dat was ongeveer een half uurtje. Heel goed te doen. Het is hartstikke prima weer. We hebben even afgesproken nu hier bij Republikein. Republiek. Waar je vroeger briezers atte. Waar je vroeger briezers atte, zegt Jorg. Ik deed dat niet. Ik atte vleugel. Ja, het is helemaal vernieuwd. Het ziet er inderdaad uit als een soort hypermoderne resort. Kijk. Hoe vind vakantie vieren. De familie Borrell en de familie Ruis. Ruis. Verhoeven Ruis. Zo, het is inmiddels tijd om avond te gaan eten. Het is 6 uur. Deze dag verloopt heel goed. We hadden heel veel op programma en heel veel is gelukt. We hebben net lekker de sauna gepakt. We zijn natuurlijk naar het strand geweest. Sport is helaas niet meer gelukt. En de meditatievideo opnemen. We hebben het hele land goed afgeshort, maar overal scheen de zon te hard. Dus dat hebben we toch ook maar niet gedaan. En we zijn nu, dit is wel echt een mooie plek. Wauw. Hey, hier heb ik wel eens een shoot gehad. Wow, dat is lang geleden. Nou, we zijn nu dus op plantage Rococo. En je kunt hier dus eten. Nou, we gaan van het ene landhuis ineens door naar het andere landhuis. Smakelijk, Lizzie. Nou, deze plek is ook helemaal vega-proof, want ik eet hier dus een bloemkool met van alles erop. Een beetje kaas. Een steak, toch? Ja, inderdaad, een bloemkool van de barbecue. En het is echt verrukkelijk. Het enige probleem wat we op dit moment ervaren is... We moeten over 5 minuten op de dag, want we moeten een Q&A doen. Ja, oeps. Over 3 kwartier. Nou, het is weer een hele grappige avond. Ons eten kwam net best wel laat, dus we moeten nu opschieten. Maar ik ga me niet haasten. Het zou een beetje raar zijn om helemaal gehaast nu aan te komen voor onze Q&A. We zijn wel goed voorbereid, want het is heel grappig. Onder dit landhuis is een paar jaar geleden een enorm conferentiecentrum gebouwd. Het was namelijk vroeger van ABN AMRO. Het is best wel bizar. Dus toen hadden zij dit in eigendom. En al hun conferenties werden gewoon hier gehouden. Dus ze hebben hier echt gigantische zalen overal. Met zo'n heel centrum. En daar gaan we nu dus onze live Q&A opnemen. Want hier is wifi het allerbest. Hallo. Dus we gaan nu even in een kwartier even een goede locatie vinden. De cappuccino is besteld. Ja, maar hier, dit is de locatie. Dit is het. Ja, ja, maar even twee stoelen neerzetten. Dit hebben we allemaal besproken vanmiddag. Ja, ik vind dat wat fijner om geaard te zitten. Ik hou niet van dat soort hoge stoelen. Dan zie je die achtergrond niet. Jawel, want we verplaatsen die tafel, had ik al bedacht. Dat kan wel. Ja, ook van die lekkere stoeltjes. Kijk, als je die hoge tafel hebt, die bedoel je toch? Nee, ik dacht gewoon dit en dan dit verplaatsen, maar misschien is het heel zwaar. Maar dan zie je alleen zo hier je hoofd en dan heb je dan pas dat achter. Oké. Je krijgt je zin. Toch? Ja, is goed. This is how we roll, baby. Dit is toch heerlijk dat dit gewoon, dat dit ons werk is, schat. Dat we gewoon op een weekendje weg gewoon ons werk kunnen doen. Anders hadden we nu naar huis gemoeten.
Dit is het shot. Ik heb het net even toch even aangepast. Want dit ziet er iets minder een mooie backdrop. Jorg wilde graag dat, maar ja, er zijn te veel lights en er gebeurt te veel. Het is afleidend. Okay. Het is afleidend, vind ik. Dit is beter. Hier voel ik me meer thuis. Hallo, goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag dat we gaan tekenen. Dat we ons huis krijgen. Wauw, het is echt een bijzondere dag. Maar we beginnen met sporten. We beginnen even sportief vandaag. Gewoon echt een nieuw hoofdstuk van een nieuw leven gewoon, Jorg. We zijn nu echt grote mensen met een grote... We hadden al een grote mensenhuis, maar nu echt een grote mensenhuis. Ja, dit is de route naar ons huis. Ik vind dit zo... Dit is het vakantiegevoel voor mij, hoor. Dit is Loosdrecht. Hallo, hallo. Nou, het wordt wel eens tijd dat we ons huis gaan laten zien. Ik ben er nu, want de kids zijn vandaag even op de crash. Jorg die is hier heel vaak. En zijn broer die doet het meeste kluswerk met zijn team. Het is echt een geweldig team, want er is al zoveel gedaan in 2 dagen. Ze hebben nu al badkamer er volledig uit. Helemaal kaal, ga ik zo laten zien. Keuken eruit, plafond in de keuken eruit. Alle vloeren zijn eruit. Nou, nog veel meer. Het is echt, er blijft niks meer van over. Het is heel bizar. Dus ja, ik ga het laten zien. Nou, jeetje, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dit is de container, nee. Nou, dit is de voortuin. Laat ik daar eens even beginnen. Dit is de voortuin. En hier is een terrasje. Waar je dingen kunt zetten. Nou. Tadaa! Het is een beetje een bende, maar dat snappen jullie natuurlijk. Kijk. Ik zal jullie eerst de tuin laten zien. Deze geweldige carport. De tuin is waar we echt op zijn gevallen. Omdat het echt een hele grote tuin heeft. Heel groot. Kijk, we hebben ook een serre. Die staat nu vol met de keuken. En dan heb je hier ook nog... een hele grote tuin. Het is niet te geloven. Je kunt zelfs daar nog om het hoekje. Ja, allemaal mooie planten. Nou, dat was al 1 teken en toen liepen we verder en toen liep ik daar weer een heel grote en mooie poster van de vorige bewoners iets over Kaapstad. Dus toen dacht al echt zo van, hey, allemaal dingen die we herkennen. En zo waren er allemaal kleine dingetjes. Het getal, zeg maar, ons huisnummer is ook weer een symbolisch nummer. Ondertiteling staat eronder. Ja, dit wordt de woonkamer. Kijk, je zo leuk. Ik ben maar even in de garage gaan staan. We hebben echt wilde plannen. We moeten bijvoorbeeld ook de trap, die is nu niet kindveilig. Dus we hebben een hele nieuwe trap laten maken. Er komt ook een nieuw trappengat die wat veiliger is dan nu. Ik sta nu in de garage. Maar van deze garage maken we gedeeltelijk een keuken. En gedeeltelijk
een washok. En dan is dit de keuken. Ja, het is echt niet normaal hoe het nu al is veranderd. Maar de keuken die zie je hier. Ja, alles is er natuurlijk al uit. Komt daar een heel lang blad met kastruimte. En hier ook. Onder het raam zo'n heel mooi keukenblok. En dan sta je hier, dan is dit je uitzicht op je geweldig mooie carport. Kijk je dan uit als je aan het snijden bent. En natuurlijk op je kindjes die hier aan het spelen zijn. En dit gaan we helemaal openbreken. En dat wordt een woonkeuken. Dus daar komt ook een extra eettafel. Dat doen we omdat we merken met kinderen dat je gewoon je eet... Oh. We merken natuurlijk met de kinderen dat je je eetgedeelte... Zo... Ik weet niet. Je eetgedeelte wil je zo dicht mogelijk bij de keuken hebben. Goed, dan zijn we nu boven. En dan kom je hier in één hele mooie slaapkamer. Lekker kaal allemaal. Dit wordt de kamer van Charlie Vee. Met om de hoek een soort van speelzolder. Kamerachtig iets. Best wel ruim is het. Behoorlijk. Het zijn eigenlijk twee kamertjes. Het is warm. En dan heb je hier de hal. Het ziet er ook echt uit als een hal. Dan is dit de badkamer. We hebben dus nog een badkamer. Ja, het is ongelooflijk. Hier gaan we niks aan doen, want die is eigenlijk net gedaan. Met een bad. Yay! Dus die wordt vooral voor de kinderen, want wij slapen beneden. Dan hebben we hier ook nog drie slaapkamers. Ja. Het is gek, hè? Ik heb gewoon superveel kamers ineens. Dit wordt de kamer van Zoe. Een prachtig mooi meubel hier. De muren zitten heel hardnekkig bang op, wat echt super moeilijk. Daar gaan we allemaal weer kasten voor maken, die hebben we er net afgesloopt. En hoe dat ging, dat zie je nu. 1, 2. En dan hebben we hier, ja het is echt, het is zo gek om zo'n groot huis te hebben. Dan hebben we hier nog een werkkamer. En dan hebben we hier de logeerkamer. Wat waarschijnlijk misschien ook wel een soort werkkamer wordt. En dat worden natuurlijk allemaal muren, hè? Dat gaat allemaal dicht. Dan hebben we nu ineens zoveel ruimte. Zo bizar. Nou, je zit helemaal lekker vrij. Gewoon helemaal bomen, bomen, bomen. Is toch niet normaal? Het is echt... Ik vind het zo, zo, zo bijzonder dit. Het is niet te geloven. Ik ben zo dankbaar. Ik vind het zo raar gewoon... Wow, ik ga hier wonen. Ik kan het echt nog niet bevatten. Maar goed, dat komt steeds meer. We hebben in ieder geval het echt goed geklust. Nou, helemaal moe en voldaan is het klusteam even aan het lunchen. We hebben echt een heerlijke verse lunch gehaald hier in het winkelcentrum. En we gaan zo... Sjouwer, man. Yes, yes. En wat gaan we zo doen? Laten we onder het huis slaan. Wat zeg je? En nog een laatste spulletje van mij tillen. Oh ja? We moeten onder de kaart hebben. En zullen we misschien... Nee, we waren nu klaar. Hey, is het een idee als we straks nog een heel klein één biertje, drankje, dingetje doen aan het water hier in Loosdrecht? Zo'n zin. Het kan nu, want er is oppas voor onze meiden, want die liggen allemaal te tukken. Het beter idee is dat die planken naar buiten brengen. Ja, precies. Jongen, ik doe het. Welke planken? Oh, die. Oh, joh, dat hebben ze al gedaan. Oh, nou, dan helpen we. Nou, we hebben echt een super goede beloning voor het klussen gekregen, want we gaan even hier in de haven... Zwemmen! Yay, kijk ons eens even lekker liggen hier. Oh, dit is lekker. Kijk eens, het is echt reet druk. Iedereen is buiten. Wauw. Ah, het is wel te gek om hier 5 minuten naast te wonen.